Het is tijd om wat stellingen te gaan ontkrachten. In dit geval gaat het over het loonverschil tussen mannen en vrouwen. Oké. De eerste stelling: de loonkloof komt omdat vrouwen minder werken, niet omdat ze minder verdienen. De reden waarom vrouwen minder geld op hun bankrekening hebben staan is omdat ze meer werken in de sectoren die lager betaald zijn, zoals de zorg en het onderwijs. Dat is onterecht wat mij betreft, dat moet echt veranderen. Ze zitten ook minder in leidinggevende functies en ze maken dus soms ook minder uren. Ja, en die cijfers liegen er niet om. Gemiddeld in de EU krijgen vrouwen 12,7% minder dan mannen betaald. En in Nederland ligt het zelfs nog een beetje hoger, 13,5%. Oké. Dit gaat bedrijven heel veel geld kosten. Ja, daar hebben we weer. Als ze alle lonen recht moeten trekken en dan ook nog eens die administratielast. Nee. Wij lopen dus in Nederland al heel veel geld mis. En niet zomaar een dubbeltje, niet een paar honderd euro, niet een paar duizend euro, maar gewoon een paar miljard. Omdat we dus geen gendergelijkheid op de arbeidsmarkt hebben. En we hebben natuurlijk heel goed uitgerekend hoeveel het gaat kosten. Het eerste jaar zal zo'n ongeveer 700 euro kosten voor een bedrijf om te zorgen dat ze voldoen aan die rapportageverplichtingen. En daarna kost het gemiddeld 150 euro. Dus die administratieve lasten, dat valt wel mee. Ook omdat heel veel van die informatie er al is. Dus een bedrijf weet al hoeveel mannen er werken, hoeveel vrouwen er werken. Ze hebben al informatie over hoe ze hun werknemers betalen. Dus dat is een kwestie van data bij elkaar krijgen. En je hoeft dit pas te doen als je een bedrijf bent met 100 werknemers of meer. Wat we ervoor terugkrijgen zijn vrouwen die meedoen op de arbeidsmarkt. De koopkracht van vrouwen gaat omhoog. Het investeringsvermogen van vrouwen gaat omhoog. En dat gaat er alleen maar toe bijdragen dat we een sterkere economie krijgen. Dat is ook weer zo eentje. Vrouwen kunnen gewoon niet goed onderhandelen. Kijk, waar het vaak mee te maken heeft, is die achterstand op informatie. En om die informatieachterstand dus tegen te gaan en om vrouwen dus een goede positie te geven tijdens die salarisonderhandelingen, hebben we door middel van deze wet geregeld dat alle Europese organisaties openheid en transparantie moeten geven over het salaris dat ze aan hun werknemers betalen. En we hebben dus ook geregeld dat je niet meer mag vragen naar bijvoorbeeld het oude salaris van iemand die solliciteert, maar je mag ook geen afspraken meer maken in contracten over geheimhouding over salarissen. Ja, nou, helaas nog niet. Loontransparantie is een puzzelstukje van een grotere puzzel. We willen natuurlijk ook meer vrouwen aan de top. Meer vrouwen in leidinggevende posities betekent meer vrouwelijke rolmodellen. En dat inspireert natuurlijk ook weer. Nou, dit was Debunked. Ik vond het heel leuk om jullie te vertellen over mijn nieuwe wet. En help mij vooral mee te debunken als het gaat om die genderloonkloof. Oké. Ben jij er wel eens achter gekomen dat je minder betaald krijgt dan je collega? En wat heb je toen gedaan? Denk jij dat deze nieuwe wet jou gaat helpen om ervoor te zorgen dat je gelijk betaald krijgt? Laat het weten in de comments hieronder.